Ja, kunstwerk in het centrum van Dedemsvaart gemaakt door kunstenares Marie-Louise Menke. En dit kunstwerk symboliseert de groei van Dedemsvaart. Ja, Marie-Louise Menke, kunstenares, ik kom u feliciteren en u vroeg zich af waarmee en waarom. Ja, 1970. En dat is naar aanleiding van het kunstwerk die op de markt staat in Dedemsvaart in 1970. De groei is het symbool. Kunt u ons vertellen wat de aanleiding is geweest om dat kunstwerk te maken? Dat is uitgezocht. Ik had een kleine expositie. Ja. En toen zag men daar een schip in. Mm-hmm. Ja. Het ontwerp. Ja. En het kanaal ging gedempt worden. Oké. Okay. De scheepvaart zou hier vertrekken. Mm-hmm. En dit zou dan het laatste schip zijn en dat staat nu op de wal. Oké, okay, dat is eigenlijk het symbool van het kunstwerk. Ja, en toen werd er een sporthal gebouwd. En toen hadden de burgemeester, die was nogal erg... hoe gaan we Dedemsvaart verder laten groeien? Mm-hmm. Niet meer via het kanaal, maar via de sport. Ja, recht op de toekomst, zeg maar. Als je mensen goed aan het sporten krijgt, dan heb je straks ook goede arbeiders die fit zijn om hun werk te doen. Oké, okay, wat een leuke filosofie. En vandaar dus dat het toch ook alweer met de groei te maken heeft, ja. Om Dedemsvaart een andere richting uit te laten groeien. Oké. Okay. En dus het is eigenlijk het verankerde schip van het afscheid van het kanaal. Oh, op zo'n manier. Nu ja, nu begrijp ik. En het begin van een nieuw tijdperk. Een nieuw tijdperk. Dus ik denk dat er heel veel mensen langslopen, want het staat nu recht over de Jumbo, hè, zeg maar, het kunstwerk. Zonder... Nou, het is gemaakt voor de sporthal, want op de plek waar dus de Albert Heijn staat, ja. Daar stond vroeger de sporthal. Ja. Dus de sporthal die is afgebrand. Ja. En toen had hij geen voorgevel meer eigenlijk. En toen is hij verhuisd naar de overkant in het parkje. Waar nou de Jumbo staat. Mm-hmm. Dat was een parkje eerst. Ja, daar in die buurt, ja. En dat is dan later, ging dat dan weer verbouwd worden. Toen is het even tijdelijk in een straatje gestaan. En toen kwam het uiteindelijk op deze plek terecht. Oké, okay. We staan hier nu in uw atelier. U bent trouwens, was dat een van uw eerste kunstwerken? Want dat is, zoals ik zei, 50 jaar geleden. Ik had een expositie en... ik deed stage in mijn eigen atelier. Ja. Dus ik heb thuis gewerkt. En vandaar dat ik ook thuis die expositie had. Mm-hmm. En in dat jaar deed ik ook eindexamen van de academie. Mm-hmm. En toen is het meteen een examenopdracht geweest. Oké. Okay. Dus, en het is uiteindelijk gegeven door de burgemeester uitgezocht. Maar de gemeente die waren er nog niet zo erg voor beelden in kunst. Geld uitgeven voor kunst, dat was hier in Dedemsvaart iets heel nieuws. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft de industriecommissie, die heeft het uiteindelijk aangekocht. Oké. Okay. En die heeft het cadeau gegeven aan de gemeente. Ja, ja. Dat was een particulier of een bedrijf? De industriecommissie, dat was de combinatie. Oh ja. Oké. Maar er staan intussen meerdere kunstwerken van u, denk ik, in de gemeente Gartenberg. Er staat er ook nog een in Balkbrug, bij mij weten. Ja. Ja, dat is veel later. Dat is veel later. Dat is in de jaren 90, dacht ik. 2000, denk ik. 2002. Oké. Okay. Was het laatste centen van de gemeente. Die hebben toen van de Rendo geld gekregen. Mm-hmm. Een ton hebben ze die gekregen van Rendo. En het is verdeeld tussen drie projecten. En is onder andere één project voor Balkbrug terechtgekomen. Oké, u hebt dan een mooi leven achter de rug. Een rijke loopbaan als kunstenares. U bent dit jaar 80 jaar geworden. Okay. Dus al een mooie leeftijd ook. Hoe blikt u terug op alles? Me niet voor kan stellen dat ik 80 jaar achter de rug heb. Is dat zo? Werkt dat zo? Okay. Want ik dingen gemaakt heb, dat kon gisteren geweest zijn, terwijl het al 20 jaar geleden ja, is. Ja, precies. En dus ik haal de tijden een beetje door elkaar. Ja. En dat is met werk eigenlijk precies hetzelfde. Ik werk eigenlijk niet zo op de datum. Mm-hmm. Dat is een wesp. Oh ja. Oké. Okay.
Hebt u een idee hoeveel kunstwerken u in al die jaren hebt gemaakt? Ja, ik heb heel veel dingen gemaakt. Ja. Of dat allemaal kunstwerken zijn. Ja. 100, 200 of meer of minder? Misschien wel meer, misschien ja. U houdt het niet bij, blijkbaar. Ik fotografeer wel alles, ik heb alles in boeken. Oké. Okay. Maar ik heb ze nooit geteld. Ja, ja. Nee. Oké, okay, bijzonder. Ja, als je dan 80 jaar bent en je bent vanaf je jeugd eigenlijk altijd bezig. Huh? Wordt een kunstenaar of een kunstenares beter naarmate die ouder wordt? Of bedoelt u dat niet? Dat hoop ik wel. Ja, ervaart u dat ook zo? Wel vrijer, ja. Hoewel ik in de jaren 70 wel de beste jaren heb gehad. Oké. Ja. Heb ik ook het meeste kunnen uitvoeren. Ja, mooi. Nou, nogmaals bedankt.